Marieke is een enthousiaste, een geëngageerde, een vastberaden en evenwichtige vrouw, ook een gelovige vrouw. Iemand die geen verantwoordelijkheid uit de weg gaat. En ik heb daar telkens een getuigenis over gehoord na vele vergaderingen die mijn vrouw Geertrui mocht meemaken in de Gimaarstraat. Telkens was zij onder de indruk van de vaste wil die uitging van Mieke van Hekken. Onoverwinnelijke vrouwelijke kracht, dat is de samenvatting van Mieke. Een speelse, heel verstandige, maar ook zeer sociaal bewogen iemand, van jongs af. Waarschijnlijk heeft ze dat van huis uit meegekregen. Ze was ook zeer sterk betrokken in jeugdbeweging, scouting, gidsen. Ik weet dat ze daar haar leven lang heel sterk in geleefd heeft. En ik denk dat ze daar haar sporen al gelegd heeft om later ook leiding te nemen. Wat later dus gebeurd is, heel sterk in VSKO. Het is misschien een beetje eenvoudig te zeggen, maar aan katholiek onderwijs. Zo heb ik Mieke van Hekken leren kennen, ooit via tv en via interviews. Maar sinds ik bisschop-referent ben voor het onderwijs, heb ik Mieke dan wat persoonlijker leren kennen. Altijd binnen dat kader van het katholiek onderwijs. En daar heb ik haar gedrevenheid, haar overtuiging, haar competentie leren kennen. En mijn waardering voor haar loopt wel wat verder dan alleen het katholiek onderwijs. Maar is toch hoofdzakelijk verbonden met wat zij in de laatste 10 jaar voor dat belangrijk onderdeel van ons maatschappelijk en kerkelijk leven heeft gedaan. De Gimaarstraat, het katholiek onderwijs. Mieke van Hekken is de incarnatie geworden of het gezicht van het vrij onderwijs. Hetgeen mij meest bijblijft, is dat Mieke erin geslaagd is van hoofd te worden van het VSKO. Dat is aan niet veel mensen gegeven. Zij was de eerste vrouw. Wat dus wil zeggen dat er rond Mieke een groot vertrouwen gegroeid was. En dat is iets wat mij altijd zal bijblijven als ik aan Mieke denk. Eerste vrouw en groot vertrouwen in haar. Kijk, voor mij is Mieke iemand die, ik denk niet alleen zelfs in Vlaanderen, maar zeker in België, het VSKO, het katholiek onderwijs op de kaart gezet heeft. Ik vind dat zulk een belangrijk gebeuren. Mieke heeft daar de flair toe gehad. Mieke heeft daar de capaciteit, het talent voor gehad om het katholiek Vlaams onderwijs op de kaart te zetten. Plotseling bleek dat het VSKO geleid werd door iemand die zichtbaar was geworden. Ze was overal, debatteerde, ontwikkelde subtiele liefdesrelaties met Etienne Vermeer, die ze natuurlijk verbaal volledig in de pan hakte. Een sterke vrouw, die weet wat ze wil, maar ook tegen de stroom durft ingaan. Wat mij vooral zal bijblijven van Mieke, is dat ze een ongelooflijk gedreven iemand was die met heel veel passie voor haar onderwijskoepel stond. En ook al zaten wij niet altijd op dezelfde lijn, we zijn altijd in gesprek gebleven. De keuze van één woord is altijd moeilijk. Maar als ik toch een keuze moet maken, dan zou ik zeggen trouw. Trouw aan de roeping van het katholiek onderwijs. Trouw aan Mieke's eigen roeping in het leven. Trouw aan haar afkomst, van waar ze komt. Ook aan haar politieke afkomst. Dus hoe moeilijk ook, ik kies voor dat hele mooie woord in het Nederlands. Te weinig gebruikt, te weinig in praktijk gebracht, trouw.
krachtig. Ik moet mij niet veel inspannen om Mieke van Ecke als de krachtige vrouw die we altijd op alle plaatsen hebben leren kennen en die nog altijd zichzelf is gebleven. Dan zou ik zeggen iemand die echt zeer eerlijk is en die ook heel sociaal bewogen blijft. En ik herhaal ook iemand die overtuigd is van de waarde van het katholiek onderwijs. Laat mij nu het woord overtuiging opzetten. Het is een vrouw met een overtuiging. Een overtuiging die te maken heeft met haar christelijk geloof, haar geloofsovertuiging. Die te maken ook heeft met haar zicht op samenleving en wat in een samenleving belangrijk is. En van daaruit ook wat in opvoeding en onderwijs belangrijk is. Ze heeft een overtuiging die met ons beeld op de mens, op de samenleving, op de kerkgemeenschap verband houdt. En die overtuiging, denk ik, heeft ze op een geloofwaardige manier ook kunnen neerzetten. Het is nog niet omdat je een overtuiging hebt, dat je die ook geloofwaardig kunt uitdragen. Die combinatie heeft zij wel kunnen maken. Overtuiging en geloofwaardigheid. Een zeer joviaal mens, een enthousiast mens, dat goed zich inleeft in de problemen van mensen. En voor haar zijn de problemen van mensen eigenlijk belangrijker dan dossiers alleen maar. Ze is zeer mensbetrokken in haar benadering van de problemen. En ik ben daar ook zeer dankbaar voor, want het is geen gemakkelijke taak, het leiden van zo'n groot geheel in Vlaanderen. Mieke omschreven in één woord, laat er mij drie geven, een sterke, krachtige persoonlijkheid. Pensioen, dat is bijna tegenstrijdig. Ik hoop dat ze nog passie vindt in het werk, dat ze ongetwijfeld verder zal doen en dat ze gelukkig blijft met haar echtgenoot en haar kinderen en kleinkinderen. Mieke, als je nu op pensioen gaat, dan hoop ik dat je meer tijd zult kunnen vrijmaken voor het sociale leven en dat je ons niet vergeet. Eigenlijk waar ze nu al mee bezig is, volstrekte gehoorzaamheid tegenover haar man, Rogier, die eindelijk een onderdanige vrouw verdient. Rust. Veel rust, maar ik vermoed dat dat niet zomaar zal lukken. Dat ze wel ergens nog zeer actief bezig zal blijven. Dan weliswaar vanuit Gent, in Gent, rond Gent, wie weet. Maar ik wens haar heel, heel mooie dagen toe. Met iets wat minder zorgen rond zware, zware dossiers zoals ze nu gekend heeft. Meer tijd voor haar dierbare familie, maar ook veel tijd voor cultuur, haar eerste liefde.